schuilt er een leraar in jou? In deze minor kun je dat ontdekken. Binnen de minor volg je colleges onderwijskunde en pedagogiek. Deze lessen volg je samen met studenten van de lerarenopleiding Godsdienst Levensbeschouwing. Daarnaast zijn er bijeenkomsten in de kleinere minorgroep. De minor is een minor voor een beroepsdocent. Dat betekent dus dat je met de kennis die je hebt van je opleiding eigenlijk voor de klas gaat staan. De educatieve minor houdt eigenlijk in dat je voor jezelf op zoek gaat, is het onderwijs iets voor mij? Na een omweg bedacht ik wil meer met mensen werken. Kwam ik op een gegeven moment bij social work terecht, maar ik heb toch mijn roeping weer terug in het onderwijs gevonden. En ik vind het gewoon heel erg leuk om kennis over te dragen, dingen uit te leggen. Het leukste van de MINO is dat je twee dagen in de week op school zit, hier op de CAE. En dat je echt heel praktisch vakken en werkvormen krijgt aangeboden die je zelf kunt toepassen in je eigen lessen. En daarbij ontmoet je andere studenten die ook in de praktijk bezig zijn. En die vanuit allerlei studies ook de MINO volgen. Op de CAE is het mogelijk om twee soorten minors te volgen. Verdiepende en verbredende minors van 15 of 30 studiepunten. Studeer je op een andere hogeschool? Bekijk dan ons aanbod op kiesopmaat.nl en schrijf je in voor één of meerdere CAE-minors.